nieuw kennen dus. Pensioenspaar. Vandaag vindt in Mechelen de maandelijkse Jazz Jam plaats. De mannen, in vorm. Ja. Zie je het zitten? Ja. Goedenavond, welkom. Muzikant Lieve zijn grootste passie is piano spelen. Hij speelt bij voorkeur jazz, omdat deze muziek hem het meest beroert. Vandaag zorgt hij samen met een paar bevriende muzikanten voor de nodige jazz-vibes. Wij zijn de ritmesectie. Ik ken Jacob en er komt nog een bassist. En we gaan een paar stukken spelen eerst. Daarna mogen de mensen die hier zijn, die hier komen, mogen meekomen spelen. Chris Joris komt ook vanavond. Dat is voor mij een hele eer, want die komt mee jammen. En dat is een groot voorbeeld voor mij. En wellicht ook voor de andere muzikanten hier. Dus, Ik vind het altijd tof en mooi om met jonge mensen te spelen. Dus, van buiten ben ik 56 jaar, van binnen ben ik 15 jaar. Dus blijft jazz houdt je. Iemand speelt de melodie één keer en de rest begeleidt hij. En speelt daarop in op wat hij speelt. En ondertussen zijn er veel. Als de drummer iets doet, kan de bassist daar op een of andere manier op reageren. Zo, doe koud. Allee, weet ik veel. Ik ben eigenlijk pas 5 jaar geleden begonnen met piano spelen. En ik heb me echt opgesloten, 9 uur per dag zelfs, dat ik gewoon in mijn kelder zat piano te spelen. Ik wou niks anders doen, ik wou niemand anders zien. Ik wou gewoon leren piano spelen, omdat het is gewoon echt fascinerend. Ik stond op en het eerste waar ik aan dacht was van dat akkoord, hoe werkt dat weer? En als je daar dat over speelt, want hoe klinkt dat dan? En dat is het enige waar ik aan dacht. Het is niet zo simpel en er komt ook heel veel improvisatie bij en zo. Allee, het is niet dat die zomaar je doen of zo, dus allee, dat komt wel. Dat is hun passie, dat is hun leven, denk ik, op een of andere manier. En ja, die gaan er gewoon keihard in mee. Ja, je voelt dat met mensen, als die dat echt in hun hart hebben, dan komt dat er zo uit. Hij is heel goed bezig, heel ernstig. En wat dat vooral tof is, hij neemt niet te veel hooi op zijn vork. Hij evolueert gestadig en hij speelt wat hij kan. Hij probeert geen dingen te spelen die hij nog niet aan kan. En dat vind ik een heel goed kenmerk voor een muzikant, alleen voor een jonge muzikant. Deze is het gewoon. En als mensen zo gelukkig daarvan kunnen worden, dan wil ik andere mensen dat ook kunnen. En andere mensen dat ook kunnen geven, dat geluk. Wil jij je ook eens laten meevoeren op de golven van de jazz? Dat kan, nu donderdag in Mechelen.